zullen wel denken, de mensen, wat een nichte programma. Dat ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Ja, maar als er niks over mijn voetbalkwaliteit te verzinnen is, dan moet je toch wel mijn haarlijn gaan hebben. Goedemiddag, meneer Diemers. Goedemiddag, Dennis. Ja, wat is dit nou? Je bent een half uur te laat. Ja, maar ik ben altijd te laat, hè. Dus ik moest nog douchen en zo, dus ik ben er nu mooi op tijd. Wij zijn een kwartier te laat. Ik geef je de kans om... Nee, joh, het maakt niet uit. Je hebt toch nog jezelf op de schuld, terwijl wij te laat zijn. Het is mooi weer vandaag, dus laten we lekker genieten van het mooie weer. Ja, weet je wat ik eigenlijk bedacht? We hebben Emmen is gepromoveerd, de Graafschap en Fortuna. Jullie doen het best, maar je hoort van jullie het minst. Maar het is verdomme 2,5 uur rijden hierin. Ja, het is heel lang rijden, dus ik snap wel dat niet heel veel mensen hier komen. Ik bedoel, Sittard is ook niet het allermooiste stukje van het land, denk ik. Er is eindelijk één die het eerlijk zegt. Wel, kun je toch gewoon stellen dat Limburg gewoon op Maastricht na het meest vreselijke van Nederland is? Ik zit hier ook niet voor... voor mijn plezier wil ik niet zeggen. Ik zit hier natuurlijk, Fortuna vind ik voor de rest een mooie club, maar... In de buurt is niet zoveel te beleven, nee. Laten we dan op mijn hoofd trekken. Ja, dat doen we. Kom mee. Nou Mark, wat is hem? Dit rode prachtje? Nee, deze prachtige mini countryman. Ja, die worden ook hier gemaakt in de omgeving, hè, ja. Die minietjes. Zeker, bij DLM. Die promote ik gelijk even. Maar die hebben deze gemaakt. Het zijn prachtige auto's, denk ik, hè. Als voetballers zijn, dan hoop je toch eigenlijk wel wat anders. Laten we even eerlijk zijn. Ja, maar dan moet je wel bij Ajax, PSV of Feyenoord spelen. Wil je in een dikke Mercedes rijden? Nou, rijd nou een ploeggenoot van jou weg in de BMW. Ja, oké, maar die heeft waarschijnlijk heel veel geld ergens anders verdiend en dat heb ik nog niet. Dus ik moet het doen met een mini Countryman. En dan gaan we naar een wereldstad, naar Brunssum. Ja, Brunssum is echt geweldig. Dat ga je straks zien, het pittoreske Brunssum. Dus, bekend van rapper Sjors, hè. Daar heb ik jou een keer met rapper Sjors gezien, dus ja, nu... Jij dacht, ik wil dicht bij mijn idool gaan wonen. Als ik toch naar Fortuna ga, dan bij rapper Sjors in de buurt. Precies, dus daar gaan we straks heen. Dus dan ga ik jullie het mooie Brunssum even laten zien. Zeg ik, yeah, let's go. Let's go. Hey, Ospie, rot even op met die camera, man. Wauw, doe... Die ga ik morgen even tegen hem zeggen. Dat is echt een leuke vent. En dan, maar eigenlijk als je jou zoekt is niet zoveel te vinden. Heb je een vriendin? Ja, ik heb een vriendin. Of een vriend kan tegenwoordig. Nee, ik heb een vriendin, Dennis. Gelukkig. Ja? Ja, nee, de dat fase van het experimenteren heb je al gehad. Ja. Wat je nou leuk vindt. Ja, dat zeker. Ja. Ja, ik ben nu 4 jaar samen, dus... Oh, 4 jaar? Ik ben inmiddels wel overtuigd dat ik op vrouwen val. Ja. Ja. En dat de kinderen dan misschien gaan komen. Ook dat, ja. Maar ik wacht er nog wel even mee, hoor. Ja? Ja, zou mijn vriendin zo blij mee zijn dat ik dat zeg, maar nee joh, ik... Die wil wel graag. Die wil wel heel graag, ja. En ik wil ook wel graag, hoor. Maar ik vind die vrijheid ook wel lekker die ik nu heb. Als ik nu ergens naartoe wil, kan ik lekker ernaartoe zonder daar voor de rest afspraken over te maken. En als je een keer weer verliefd wordt op een ander, dan zit je niet met die kinderen, hè? Ja, dat ook, maar... Ja, want Limburg is zo mooi. We hebben natuurlijk ook schitterende vrouwen. Ja, nee, maar overal in het land heb je schitterende vrouwen. Maar die van mij is het mooiste. Maar in Limburg net wat minder. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dat is misschien wel zo. En toen, nou ja, goed, ik had het over dat ik jou googelde, dat ik weinig vond, alleen wat fotootjes. En mijn vriendin, dus het enige wat ze toen zei, is, heeft wel dezelfde haarlijn als jou. Daar wil ik mee, we krijgen nee, allebei. Dit vind ik echt jammer, serieus. Wat dan? Nee, ja, ik, maar dat is wel echt een onzeker stukje van mij. Dat heb ik ook. Mijn haarlijn, ja. Wij hebben een beetje allebei dat aan de zijkanten terugtrekt. Dat is echt kloten. Mijn vader heeft dat al ook zijn hele leven al. Ja, die zegt ook dat ik het steeds erger krijg, dus... Nou, ik heb dus de laatste tijd, valt het mij ook op. En ja, het is wel, mijn vader is kaal, mijn broer was al vroeg kaal, dus ik wist dat het kwam. Maar als het dan echt terug begint te trekken... Ja, dan is het toch wel confronterend, hè? Maar er zijn dingen aan te doen. Ja, misschien moeten we een keer naar Turkije toe, van die... Wat snijderen ze ook gedaan hebben. Krijg je van die stipjes hier, ja, en dan gaat de haar groeien. Ja, maar je kunt het beter in Nederland doen. Dat gebeurt beter. Het kost wel wat meer, maar... Ja, precies. Maar je vindt het dus ook echt kut. Ja, ik vind het wel kloten, man. Mijn haar is wel echt een dingetje. Ja. Nee, ik probeer het hier nog een beetje te bedekken, weet je wel. Ja, door het iets... Kijk, ik kan het er hier ook dan nog zo voor. Dat is het hier. Ja, maar... Ja, maar... wat ik nou ga doen... Dat is echt dus een middel... Het pilfinasteride of zo heet het. Ik weet niet of je er ooit naar hebt gekoeld. Nee, nog nooit. En dan wordt het haar weer wat dikker. En dan kun je na ongeveer nog 2 jaar geleden was... Kan het zelfs terugkomen. Oh, dan... Heb je nog niet een vriend? Moet je mij even sturen? Maar het enige nadeel is van die tablet. En als dat zo is... Er zijn wel mannen die worden er helemaal impotent van niet. Ja? Maar je testosteron neemt af. Dus je behoefte aan seks neemt heel erg af. Dat zou ik wel echt heel jammer vinden. Dus dat is dan wel weer iets... Wat heb je dan liever? Nadeel. Haar of seks? Weinig seks? Dan heb ik wel... dan maar die inhammen, hoor.
Ja, dan met die inname, ja. Ja, of dan wel gewoon laten implanteren. Ja, precies. Dan kunnen die tabletten kunnen gestolen worden. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die hebben die tabletten en nou ja, die hebben nog gewoon prima seksleven en het haar komt weer terug. Maar het is wel een te groot risico, Dennis. Nee, maar kijk, ik neem dus die tabletten vanaf komende vrijdag. Ja. En als ik de last van heb, doe ik ze direct weg. Zo simpel is het. Ja, precies. En als ik er geen last van heb, dan ga ik proberen. Want de nieuwe haren komen dan, er komen weer haren terug bij haarzakjes die eigenlijk een beetje dood zijn. Oké. Okay. Zullen wel denken de mensen, wat een nichtenprogramma. Dat ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Ja, maar als er niks over mijn voetbalkwaliteit te verzinnen is, dan moet je toch wel mijn haarlijn gaan hebben. Heb je eigenlijk verder nog hobby's? Nou, ik ga graag uit eten. Ja. Als je dat een hobby mag noemen. En voor de rest heb ik niet, ik ben graag met vrienden, maar mijn vrienden wonen allemaal drie uurtjes verderop in Leeuwarden. Dus als ik hier ben, dan ben ik veelal 's middags of ik ben aan het slapen of ik doe boodschappen of ik kook of daar buiten doe ik niet heel veel. Hè, misschien wil je een oproepje doen voor vrienden in de buurt? Nee, dat vind ik echt, dat zou heel zielig zijn. dus dat gaan we ook niet doen. Maar als Sjors zich een keer verveelt, hij kan op de koffie komen. Sjors kan altijd op de koffie komen. Misschien samen een liedje opnemen. Ja, dat is wat extreem natuurlijk, maar ja, misschien kun je, volgens mij, die jongen die is miljonair, misschien kun jij... Het zou wel leuk zijn als je nog wat geld mee kan verdienen, hè? Ja. Of, in, ja, of een keer samen met zo'n Gmail. Ja, dat is ook een goed filmpje, hè? Zo, we zijn er in de mooie Brunsum. Mooie Brunsum, ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Sarcasme spat eraf. Ik ben wel geliefd onder de supporters, zeg. Ja, zeker. Het is fantastisch hier. Maar meneer, u bent Fortuna supporter. Ja, tuurlijk. Vindt u dat hij het een beetje goed doet? Hé. Hey. Ja. Is het allerbeste is dat. Ja? Ja, beste van het elftal. Ja, nee, dat meen ik. Oké. Okay. Nee, hij is gewoon de beste. Oh jee, die staat. Hoor je dat wel even, Mark? Wat zegt de heer Den? Dat je het beste bent van het elftal. Ja. Dat vind ik aardig van u. Absoluut. Dat is wel iemand voor verstand, hè? Heb u geld van hem geleend? Nee. hij is gewoon de drijvende kracht. Ja? Ja. Als hij... Dat is mijn buurman, hè? Ja, dat kun je moeilijk aan. Dus als hij van het zomer weggaat, dan... Hij gaat niet weg. Hebben we dat ook besloten? Dan gaat je pensioen. Lekker dan. Hij gaat gewoon niet weg, jongen. Hij zit daar, die trekt ergens in een laadje waar dan een hoop geld in liggen. En dan is het allemaal geregeld. Ik vind het goed. Ja, natuurlijk. Oh. Nee, je bent echt de drijvende kracht daar. Maar u woont bij Mark in het flat? Ja, heeft u nou echt veel last van nachtelijke geluiden en zo? Nee. Nee? Nee, dus het is geen last van iemand die dan... En ook als het zo was, zou ik het nog niet zeggen. Nee. Dat is netjes. Dan bent u echt een goede buurman. Dat is netjes, ja. Ga naar binnen. Zou goed niet zeggen. De deur is naar dicht. Leuk. Nou, kom binnen. Dat is mijn appartement. Heb je nou voor ons opgeruimd? Nee, ik heb het altijd netjes. Maar mijn vriendin wil dat ook altijd netjes hebben, dus als die hier meestal... Het lijkt wel alsof er iemand van bezichtiging komt, helemaal smetvrij. Ja. Ja, dus ik ben zelf op mezelf netjes en mijn vriendin is dat ook, dus... dus ik heb dat niet voor jullie zo gedaan. Romantiek, ik hou van jou. Ja, dat ook, ja. Ja, dat is, laatst waren we 4 jaar samen, dus dan moet je even wat voor elkaar kopen. Moet niet te veel slijmen. En ben jij dan ook, als jullie uit eten gaan, dat jij altijd betaalt? Ja, dat wel. Ja? Ik vind wel dat een man dat moet doen. Nee, ja, doe jij dat niet bij je vriendin? Ik heb mijn vriendin dus nog maar net. En gisteren heeft ze voor het eerst iets betaald. Maar dat heb ik wel zelf op aangedrongen. Serieus? Ja, heb je dat echt? Het moet niet te gek worden. Ja, het geld is een keer op, hè? Het geld, ik wil net zeggen. Ja. Ja, maar ja, jij pakt natuurlijk 10k aan de maand. Ja, jij dat pakt is... meer. Dus ja, dan kan het. Ja, dat kan het. Nee, keurig. Keurig. Ja, netjes toch? Ja, ik zoek altijd dingen om over te mopperen, maar dat kan gewoon niet, want het is hier zo netjes. Nou, ik zou zeggen, je had wat eten geregeld. Ja, we gaan zo naar de Griek toe, naar een Grieks restaurant in Sittard. Dus doen we gaan ook even een hapje eten. Oezootje erbij? Als jij dat wil, gaan we lekker oezootje erbij doen. Ja, jij doet ook een oezootje? Ja, tuurlijk. Eentje kan wel, man. Maandag moet kunnen. Eentje maandag, we spelen pas zondag. Voor de deur. Zo is het. Ga oezootje. Oké, lekker. Ja, Mark. Centrum Sittard. Ja, ik vind dit echt het mooiste stukje van Sittard. Voor de rest kom ik ook nergens, maar... Dit is nog wel te doen? Dit is echt wel te doen, ja. Het carnaval komt eraan, hè? Ja, carnaval komt eraan. Het is wel het mooiste echte volksfeest hier, begreep ja, ik. Daar ga jij ook helemaal in mee, neem ik aan. Nou, wij spelen zondag, hè, dus zo professioneel als wij zijn, kunnen we daar niet gaan carnavallen natuurlijk. Daarna kun je toch gewoon... Nee, dat zou kunnen, maar daarna, als het goed is, zijn we daarna 2 dagen vrij, dus dan ga ik lekker... Ga je niet naar de carnaval? Nee, dan ga ik lekker naar huis. Dat is juist je excuus, hè? Want carnaval, iedereen gaat vreemd en die pakt elkaar en zo. Ja. Yo, je vriendin komt er nooit achter, dat is lekker. Nee.
Nee, maar ik ben een heel eerlijke jongen, dus ik kan dat niet. Nee, sorry, ik kan dat echt niet. Je kunt het echt niet? Nee, ik kan het niet. Dus jij zou niet... Dus als nou een hele mooie vrouw zichzelf opdrinkt bij jou, ja, hè? Ja. Dan weiger je dat. Ja, kun je dat ook weigeren? Dat weiger ik echt. Hoe moeilijk het ook is, ik weiger het. Mijn schoonfamilie kan ik ook mee trouwens, hè? Dus, maar dat is echt... Ik denk echt, dan moet jij niet beginnen aan die pillen van mij. Want als je dat kunt weigeren, dan word je echt impotent van die tabletten. Ja, dan stoppen we met die pillen hier. Ja, nee. Maar dit is... En hier heb je je vaste restaurantje. Ja, dit is daar. Dat is restaurant Daphne. De Griek. Dus daar komen eigenlijk alle spelers van ons heel veel. Soms gaan we met selectie daar eten. Of ik ga daar alleen eten met vrienden of met mijn vriendin. Dus ik ben daar wel regelmatig te vinden. Juf Annet. Dus echt top. Beste Griek in Limburg. Bekend om zijn goede... Ja, alles joh. Ja, tzatziki is, alles is goed daar. Ja, noem maar op. Gyros, alles is goed daar. Ja, ja, ja. Krijg je geld als je reclame voor ze maakt? Nee, we hadden wel afgesproken, dus moet ik wel even doen. Oké. Nou ja, kun je ons op zijn minst trakteren? Als je dan ik trakteer jullie, geen probleem. Nu heb je voor zo meteen al wat vrouwen besteld, hè? Ja, die komen er straks aan, ja. Die gaan straks in die palen hier hangen en zo. Ik breng even op de menu, kunnen jullie kiezen welke vrouwen voor. Oh, geweldig. Okay. Dankjewel. Doen we eerst nog even proosten? Ja, we gaan eerst proosten. Onze borrel. Proost, jongen. Proost. Proost voor de bacteriën. Wow. Heerlijk. God. Ja, en alles besproken, wat spreken we af? Hè? Jij zegt, de droom is van het zomer, moet toch ergens in? Ja. Als jij mag kiezen. Ik hoor jou de hele tijd al over de woestijn, dus... Dus dan gaan we maar naar de woestijn, hè? Ja? Nee joh, ik hoop echt wat ik tegen jou ook al in de auto zei. En ik hoop een mooie stap te maken naar een subtoppen. Of anders naar een mooie club in het buitenland. Wat is een subtoppen dan? Utrecht? Nou ja, ik heb bij Utrecht gespeeld. Maar ja, ploegen als Groningen, Heerenveen, AZ is daar misschien iets boven. Vitesse, dat soort ploegen vind ik mooie ploegen om ooit te voetballen. Dus ik hoop dat die nog een keer bellen. Dan komen we na het zomer nog even langs kijken waar we dan jouw luxe leventje kunnen aan. Gezellig, ja. Misschien eten we dan iets anders dan Grieks. Iets smakelijk. Hetzelfde. Alsjeblieft.